Goedemorgen. Hey, geluid doet het. Zijn jullie er allemaal? Dit is de eerste keer dat ik hier sta, dus het is voor mij wat nieuw. En ik ben waarschijnlijk ook voor de meeste van jullie onbekend. Dat is altijd een lastige start. Maar op de een of andere manier heb ik zoveel spanning in mijn lijf, dat ik het idee heb dat er iets gaat gebeuren. Hebben jullie dat idee ook? Jullie zijn niet de gemeente die heel goed reageert, dus ik moet even kijken hoe krijg ik jullie aangeslingerd. Ja, wie houdt er van Jezus? Laten we daar maar mee beginnen. Wie houdt er heel veel van Jezus? Ja. Oh, dat zit wel goed hier, hè? Ik ook, ik ben gek op Jezus. Ja, nou, er werd al gebeden voor het woord. Ik weet niet precies wat daarmee bedoeld wordt, maar ik geloof echt dat God voor mij deze tijd heeft dat ik hier mag zijn. Ik werd uitgenodigd voor iets heel anders, had ik het idee. Maar goed, Nando belde mij en zei, nou, het is een hele speciale dienst vandaag. Kun je daar wat mee? Kun je ons daarbij helpen? En dat ga ik proberen. En ik had geen flauw idee dat God me daar ook wakker voor zou maken. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Over het algemeen slaap ik wel goed. Maar ik was rond 2-3 uur wakker en ik ben ook amper meer in slaap gekomen omdat ik hier mee bezig was. En tot 2 minuten geleden had ik geen flauw idee wat dat nou precies de bedoeling van was. Maar ik kom oorspronkelijk een beetje uit deze hoek. Ik heb jarenlang in Noorderloos gewoond, dus ook in de Alblasserwaard. En op een gegeven moment herinnerde God mij net aan een moment van voorbeden. En God liet mij een soort zo'n ouderwetse opklapbrug zien, die dus van 2 kanten open gaat. En er zat ook een jaartal bij en dat is hier vlakbij in Dordrecht. Ik heb het even proberen snel op te zoeken, te lang geleden. En dat had te maken met een strijd waar ik in verwikkeld was om een doorbraak te krijgen in, ja, gewoon bij mensen die God eigenlijk niet kennen, die verblind zijn. De Bijbel spreekt daarover, hè? Mensen zijn verblind voor het evangelie. En soms hebben we gebed nodig om daardoor heen te breken. En ik weet nog dat we met een aantal mensen daar in Dordrecht aan het bidden waren. En diezelfde autoriteit voel ik vanmorgen weer. Dus eigenlijk ben ik niet zo direct met het woord gekomen, maar met autoriteit. Weten jullie wat geestelijke autoriteit is? Weet je, dat is wat God aan mensen geeft die in hem wandelen, met hem wandelen. En dat kan jij zijn. Dus je krijgt iets van God wat je mag gebruiken om datgene wat Satan stuurt, om iets kapot te maken. Daarom is Jezus eigenlijk naar de aarde gekomen. We praten heel vaak over het kruis. Ik wijk helemaal af van mijn preek, maar dat doe ik eventjes. Als je dat niet erg vindt, je weet toch niet wat hier staat. Maar we praten heel vaak over het kruis. Jezus ging naar het kruis, onze zonden zijn vergeven. Maar weet je wat Jezus eigenlijk kwam doen? Hij kwam de macht van Satan verbreken. Satan had macht gekregen door mensen. Die hadden Adam en Eva, hadden een hele mooie tuin. En Satan kwam in die tuin en Adam en Eva luisterden, ze misten hun doel, dat staat ook in jullie brief. Jullie hebben je doel gemist. Daar kwam Jezus voor. Jezus kwam op aarde niet alleen maar om onze zonden te vergeven, maar hij kwam om het originele plan te herstellen, wat God bedoeld had. Namelijk dat wij zouden wandelen met de Vader in die mooie tuin. Dat wij in relatie zouden zijn met de Vader. Dus het kruis, ja, superbelangrijk. Maar dat kruis is al heel lang leeg. En waar is die Jezus die daar ooit gehangen heeft? Hij woont in mij. Dus waar ik ga, daar gaat hij ook. Hij gaat met me mee. Waar jij gaat, als die in jou woont, gaat hij met je mee. In je wijk, in je straat, op je werk, op je school, in je gezin. Daar is het koninkrijk van God. Nou, die autoriteit die Jezus had, geeft hij aan de gelovigen, aan jou en aan mij.
En ik geloof dat vanmorgen, er is een avondmaalmoment straks. En daar kunnen we belijden wat er niet goed gegaan is. Daar kunnen we met elkaar verzoenen. En ik geloof dat dat de bedoeling is. Maar één ding wat daaruit voortkomt is dat God de autoriteit die hij in deze tuin, ik noem de kerk even vanmorgen jouw tuin, jullie tuin, weer teruggeeft aan de eigenaar. Er zijn in de tuin eigenaars. God geeft aan Adam en Eva identiteit. Je bent gemaakt naar het beeld van God, man en vrouw. Dus die twee samen, eenheid, dat is het beeld van God, dat is liefde. Maar hij geeft die persoon die een identiteit heeft gegeven, ook autoriteit. Autoriteit om de illegale bezetters uit de tuin te zetten. Dus we kunnen kijken naar onszelf, wat we niet goed gedaan hebben. Maar ik heb sterk op mijn hart dat we niet moeten vergeten dat er gewoon ook een illegale eigenaar rondloopt. Dan heb ik het niet over een persoon, maar over de geest, over dit gebied, die het heerlijk vindt dat er verdeeldheid is. En ik wil in Jezus' naam die autoriteit nemen die God mij geeft vanmorgen en ik hoop dat je met me meebidt. En dat wij zeggen, de geest die hier in Dordrecht de oorzaak is van verdeeldheid, die geest wil ik binden en wegsturen in Jezus' naam. Daarom ben ik hier gekomen. Ik sta daarop dat die geest die verdeeldheid brengt, die gezinnen kapot maakt, die relaties verbreekt, dat is niet van God. Dat hoort niet in die tuin. En ik neem autoriteit in Jezus' naam dat die geest hier weggaat. En als dat je verblind heeft en als het je doof gemaakt heeft voor Gods geest en voor Gods woorden, dan zeg ik in Jezus' naam dat je weer kan zien, dat je weer kan horen wat de liefde van God is. In Jezus' naam. Amen. En dat kunnen jullie ook. Ik doe dat even, maar dat is mijn gewoonte. Als ik iets zie wat niet goed gaat, dan ga ik altijd kijken wat heb ik niet goed gedaan. En wat heeft Satan gedaan? Welke machten heeft hij gestuurd? Nou, degenen die mij niet kennen, ik reis veel. 30, 40 jaar lang over de hele wereld. De laatste 7 jaar werk ik in Afghanistan. En dus als je geestelijk militant bent, dan kun je beter daar niet naartoe gaan. Want dat is een redelijk onstabiel land. Het is een land waar heel veel terroristen lopen. Waar heel veel doodgeschoten wordt, gemarteld wordt. Dus je moet op de een of andere manier moet je wel echt in God geloven om daar met een missie naartoe te gaan. Amen. Wie hoort het nieuws over Afghanistan regelmatig? Het is niet een land van... Oh, er zijn er heel weinig, dat valt me eigenlijk tegen. Maar het is echt een land wat door Taliban overheerst wordt. Ik hou het bij, omdat ik daar werk. En ik hoor heel veel slecht nieuws en heel weinig goed nieuws. En wat ik eigenlijk vanmorgen wil delen is, als je met een tuin bezig bent... Even, Afghanistan is mijn tuin, Joshua is jullie tuin. Met welke ogen kijk je dan? Kijk je met Gods ogen of kijk je met de ogen van de wereld en het nieuws en wat er allemaal gezegd wordt? Als ik hoor wat daar allemaal gebeurt, is alleen maar ellende. Maar het koninkrijk van God is soms onzichtbaar. Er gebeuren geweldige dingen. Ik ga één verhaal, ik hou van verse getuigenissen. Afgelopen week was ik aan het spreken met iemand, een van mijn leiders daar. En hij vertelde dat hij had op zijn hart gekregen een aantal maanden geleden om naar een bepaald dorp te gaan. Daar was nog nooit iemand geweest van hun team om daar het goede nieuws te vertellen. Hij kwam in dat dorp en hij kwam daar en hij kon niemand vinden die het goede nieuws kon vertellen. En dus hij ging bidden, dat hebben ze geleerd. We gaan bidden, Heer, geef ons de man van vrede. En hij kwam in contact met de docent van de school die heel erg agressief was. Die schold veel, hij sloeg de kinderen. Hij was niet een leuke man. En regelmatig had hij contact met hem. Uiteindelijk werd hij de man van vrede. En hij stopte met zijn kinderen te slaan. En dat valt natuurlijk op. Hij stopte met schelden. En nu heeft hij, om het verhaal heel kort te houden, heeft hij in zijn klas
Ecclesia's. Als je daar wat over wil lezen, mijn boek ligt achterin, dan kun je het kopen. Ik kan het nu en niet allemaal vertellen. Er staan allemaal van dit soort verhalen in. Gebeurt gewoon nu vandaag. In het dorp zijn er allemaal Ecclesia's door deze man gestart. Communities van 2, 3, 4, 5 gelovigen die allemaal het evangelie gewoon de afgelopen paar maanden hebben ontvangen in hun hart. En dan denk ik, Heer, zo'n land. De harten zijn hongerig. Heer, ik hoop dat het ook in Nederland gebeurt. Nou goed, ik ga nu even kort naar mijn preek. Ik heb niet zo heel veel tijd. Ik ga een tekst lezen uit Genesis 2, 8, 9 en 15. 8, 9 en 15. Ik doe het in twee vertalingen. God de Heer legde in het oosten in Ede een tuin aan en daarom plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stond de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. God de Heer bracht de mens in die tuin van Ede om die te bewerken en erover te waken. Die twee dingen staan daar. Hij hield het volgende voor. Van alle bomen mag je eten, want die waren heerlijk. Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je sterven. Dit principe ga ik even uitwerken vandaag. Als je daarvan eet, zul je sterven. Bijbelgewone taal. God de Heer maakte in het oosten, in het land Ede, een tuin. Hij bracht de mens die hij gemaakt had naar die tuin. Hij liet er allerlei bomen groeien. Het waren mooie bomen met lekkere vruchten. Midden in de tuin stonden twee bijzondere bomen. Als je van de ene boom gegeten had, bleef je altijd leven. Nog een keer. Als je van de ene boom, de levensboom, gegeten had, dan bleef je altijd leven. En als je van die andere boom gegeten had, wist je wat goed en kwaad was. Mooi staat dat er. God de Heer had de mens dus naar de tuin van Ede gebracht. De mens moest voor de tuin zorgen en erop passen. Zorgen en erop passen. God zei tegen de mens, je mag van alle bomen eten in de tuin, maar niet van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. En als je van die bomen eet, zul je sterven. Stel je voor, hier staan even twee bomen in de kerk. Aan de ene kant, zullen we maar even zeggen, deze microfoon is de ene, dat is de boom van het leven. En dat is de boom, twee microfoons, van goed en kwaad. Ik heb hele discussies met mijn voorganger hierover gehad. Want als ik beslis wat goed is, dan eet ik van die boom. Dus ook als ik denk dat het goed is, kan het wel eens fout zijn. Want God vraagt namelijk dat je van die boom eet, de boom van het leven. En ik heb voor mezelf dat soort simpel gemaakt. Ik hou van simpele dingen, dat iedereen het makkelijk pakt. De boom van het leven is als God met jou spreekt, als Jezus met je spreekt, als de Heilige Geest je leidt en je volgt dat. Wat zei God tegen Adam en Eva? Adam, hier is je tuin. Dus stel even voor, dit is onze tuin. Jozua is onze tuin. Er staan twee bomen. En jij hebt dus de vrijheid om zelf te kiezen. Zie je dat hier helemaal geen hek om staat? God plaatst geen hek bij die boom. Hij zegt alleen, kom er niet aan. Dat is het enige. Niet doen. Niet doen. Dat is alles. Hij vertrouwt de mens. Hij had zo'n relatie met Adam en Eva dat hij er geen hek om zet, geen engelen met zwaarden en zo, niet in de buurt komen. Dat doen wij mensen wel. We proberen alles om mensen van het kwade weg te houden. Dus we beschermen ze. Maar God doet dat niet. Hij zegt niet aankomen, dat is alles. Hij zegt eet van die levensboom. Woorden hebben kracht. Woorden van leven kunnen in ons komen als ze van de goede bron komen. En ik weet niet van welke boom jij eet. Dat is een keuze die je moet maken. Misschien heb je wel een tijdje van die boom gegeten. En daar staat, het principe is, als jij gaat bepalen wat goed en kwaad is, dan eet je van een boom waaruit dood voorkomt. Het staat in de Bijbel, kan er ook niks aan doen. Het staat er gewoon. Als jij kiest om van die boom te eten, zul je de vrucht krijgen en er gaat iets dood. Echt waar. Als ik van die boom eet, in alle moeilijke omstandigheden waar ik in zit, zal er uiteindelijk leven komen.
Want ik probeer God te volgen. Als hij iets tegen mij zegt, dan doe ik dat. En dat brengt leven en dan gaan dingen bloeien. Nou, ik heb zelf twee verhalen meegenomen vanmorgen. Ik hoop dat ik het heel kort kan vertellen. Maar ook dat staat in mijn boek. Dus voor degenen die er meer over willen weten, lees dat boek lekker. Dan heb je het hele verhaal. Ik moet het kort houden. Ik kom uit een hele traditionele kerk. Echt traditioneel. Mijn vrouw ging nog keurig netjes met het hoedje op naar de kerk. Dus dan weet je ongeveer in welke hoek je moet zoeken. En wij werden flink met de wet ingepeperd. Ik zeg altijd, de wet was voor mij de boom van goed en kwaad. Dat mag wel, dat mag niet. Nou, dat zie je hier ook. Je moet kiezen. Helaas, want die wet staat in Romeinen, brengt ook de dood uiteindelijk als je die wet volgt. Want je moet die boom volgen. En dat gebeurde met mijn leven. Dus mijn relatie met God was eigenlijk zo dood als een pier. Ik wist dat die bestond. Ik zat elke zondag keurig netjes, soms twee keer in de kerkbank. Maar mijn geloof was niet levend. Totdat Jezus, het woord van leven, de levensboom in mijn hart kwam. En ik ging hem volgen. Nou, dat leidde tot een hele lange zoektocht. Ik kwam uiteindelijk in een Pinkstergemeente terecht. In het zuiden van het land. Ik zal hem even niet noemen. En echt lieve mensen, dat had je mee moeten maken. Dat was fantastisch. Dat was een gemeente die heel klein. We zaten in een soort herenpand, zeg maar. En dat hadden ze verbouwd. En dus echt in de woonkamer hadden ze een soort podiumpje gemaakt. Dat hoort bij kerk, hè. Als je de kerk bent, moet je een podium hebben. En geluidsinstallaties. Ik weet niet wat de buren van ons dachten. Maar die dachten echt van nou, ik weet niet of de hemel daar is. Maar want dat geluid, dat is ook wel heel veel. In dat kleine kamertje. Maar het was geweldig. De Heilige Geest was er. En één ding vergeet ik nooit meer. Dat waren onze avondmaalsdiensten. Dat was zo tegen 11:45. Nou, ik was altijd gewend in mijn oude kerk om 14:00 een dienst te hebben. En ik hoopte geen minuut langer. Maar in deze diensten was het 12:00. En dan had je het eigenlijk helemaal niet in de gaten. Ken je dat soort diensten? Dan zit je en dan vliegt het voorbij. En dan begon 11:45 die avondmaalsdienst, maar niemand ging naar huis. Ze bleven maar staan, snotteren, huilen. Er gebeurde van alles rondom dat avondmaal. En ik kwam één keer om 2:30 thuis en wij woonden bij een hospita, mijn vrouw en ik. En die zei van, goh, je had ook wel eens eerder naar huis mogen komen. Ik zeg, ja, hoezo dan? Het is toch 12:30, maar het was 2:30. Dat soort sfeer hadden we. En we gingen bidden, dus elke ochtend, 6:30, was Pietje daar bij de bidstond. En dat groeide. En elke dag, 5 dagen per week. 3 jaar lang. En er kwamen mensen op straat tot geloof. We hadden drugsverslaafden. Mensen die nooit meer op straat kwamen, die haalden we uit de huizen. Brachten we naar onze koffiebar, heette dat toen. Het was geweldig. En als ik erover vertel, dan voel ik weer dat vuur. We stonden on fire. In Nederland, hè? Echt geweldig. Maar toen op een gegeven moment, ik had een fantastische jeugdleider, een fantastische voorganger. Maar op de een of andere manier, die twee kregen het met elkaar aan de stok. Dat kennen jullie wel, hè? Mensen die van de verkeerde boom gaan eten, die krijgen het met elkaar aan de stok. Want de een zei, dit is goed, en de ander zei, nee, dat is goed. En ik was de pineut. En niet alleen ik, maar heel veel mensen. Er ontstond oneenigheid. Ik weet eigenlijk niet eens precies waar de ruzie nou over ging. Maar die kerk zat zo bomvol. Je moest altijd echt op tijd komen om een stoel te hebben. Maar na die ruzie begon dat heel langzaam te veranderen. Mensen begonnen weg te gaan. Onze koffiebar, die altijd echt mutvol zat, die raakte na een 30 jaar maar 30 vol. Dus je zag gelijk door die fetus de resultaten. Maar ik had het even over een tuin. Dus eigenlijk de kerk zie ik even als de tuin. En wat daar gebeurde was eigenlijk, daar werd heel veel onkruid gezaaid. Van allerlei soorten onkruid werd daar gezaaid. Dus daar bloeide niet alleen maar iets moois op, maar daar gebeurde van alles.
Dat gebeurde bij jong en oud. We hadden een hele levendige jeugdgroep. We waren heel vaak bij elkaar. We hadden een soort... bij de buren hadden we een heel pand gekocht. Daar vingen we mensen op. En die konden daar herstellen. En dat ging allemaal anders. We waren heel veel met bevrijding bezig. En plotseling hadden we geen autoriteit meer. Het was echt anders. En ik kwam eigenlijk in een woestijn. Ik zeg altijd... Dit is de woestijn van keuzes maken. Ik ga niks over die conflicten vertellen, maar ik ga het even hebben over de woestijn. Want daar kun je ook een tuin vinden. En dat was de woestijn van mijn hart. En die 2 jaar daarna, ik zal het heel eerlijk vertellen, ik was met mijn vriend de enige die nog bleef bidden. Elke ochtend waren we met z'n tweeën, de rest kwam niet meer. En op een gegeven moment werd ons verboden om nog samen te bidden. En omdat we dat niet wilden, werd ik de kerk uitgezet. Zo was het eigenlijk, heel in het kort. Dus we snapten daar helemaal niks van. En dan komt er in jouw tuin komt er boosheid. Aversie. Wraak. Oordeel. Noem maar op. Herken je dat? Dat komt er vanzelf in. Het is eigenlijk de wind die waait, de verkeerde wind die waait. En die zaadjes komen in je hart. En dan is het niet alleen in die kerk waar dingen gebeuren, maar het gebeurt ook in je eigen hart. In je eigen hart gebeurt er iets. En ik kan je eerlijk vertellen, ik noem het de gratis universiteit van God, die woestijnperiode. Het is helemaal gratis, je hoeft er niet voor te betalen, het komt vanzelf. Je rolt erin en... Nou ja, jullie zien dat ik nog redelijk vrolijk ben en opgewekt. Dus ik ben er goed doorheen gekomen. Maar ik kan je heel eerlijk vertellen dat ik nu op dit moment heel hard kan huilen. Dat doe ik even niet. Maar mijn hart huilt, want ik heb heel veel vrienden verloren in die tijd. Die in die woestijn het afgelegd hebben. Die hebben andere keuzes gemaakt. Dat was niet de schuld van die 2 ruziënde leiders. Want jij hebt namelijk... de sleutel of je slaagt of niet in die woestijn. En ik hou het kort, maar het is echt een heel bijzonder verhaal hoe dat bij mij gegaan is. 2 jaar lang kon ik niet bidden uit boosheid. Ik bad wel, ken je dat? Je bent aan het bidden, maar je zegt niks. Je leest de Bijbel, dit is een hele mooie grote Bijbel die hier voor me ligt. En ik las de woorden, maar ik had geen flauw idee wat daar stond. Ken je dat? Het was 2 jaar lang stil. Ik zeg altijd, het gras was niet groen, maar grijs. En ik ging gewoon door met mijn werk, met mijn gezin. Maar diep van binnen in die woestijntuin groeide helemaal niks, dacht ik. En uiteindelijk, mijn ouders, die hoorden dat wij naar die gemeente gingen, en die wisten helemaal niet wat er aan de hand was, die wilden ons niet meer zien. Dus mijn contact met mijn ouders later allemaal hersteld. De school waar ik les op gaf, die hoorde dat ik in de Pinkstergemeente zat. En ik gaf les op een school met Den Bijbel. En dan, ik werd ontslagen. Dus niet alleen mijn kerk ging fout, maar mijn familie, mijn werk. Plotseling was alles op een hoop. Hè, dat gebeurt dan heel vaak. En dan heb ik de keus om naar die boom van leven te gaan... of te gaan eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat ik ga oordelen, dit is goed, dit is niet goed. Ik ga het bepalen. Weet je, God wil in charge zijn. Dus ik ben uiteindelijk bij die boom terechtgekomen. En doordat ik geen werk meer had, doordat mijn familie me eigenlijk niet meer wilde zien, en doordat ik in mijn kerk ook niet blij was, ben ik uiteindelijk samen met mijn vrouw zijn we gaan zoeken van waar dan heen. En toen zijn we in België terechtgekomen op een DTS. En eigenlijk deden we die DTS voor mijn vrouw, want die was als christen niet zo geweldig, vond ik. Dus voor haar zou dit heel goed zijn. Ja, mijn vriend Wout is hier en die weet dat dit wel een issue in mijn leven is, want ik denk altijd dat het aan haar ligt. Dat is weer die boom van goed en kwaad, hè? Ik bepaal wat goed is voor haar. Ik kon precies zien wanneer ze stille tijd deed of wanneer ze het niet deed. Dat wist ik allemaal. Als ik binnenkwam had ik al het idee, oh, ze heeft niet gebeden. Zo'n christen was ik. He, ook voor mijn kinderen. Kennen we dit? Of is dit helemaal nieuw?
En op die DTS ging het met haar ook echt slecht. Want ook haar pijn kwam eruit. En toen kwamen we erachter, één na laatste week van de DTS, dat ons huwelijk eigenlijk een puinhoop was. Het was van de buitenkant prima, maar van binnen was het helemaal niet zo geweldig. Wij hadden wel een liefde voor elkaar, maar niet Gods liefde. En de laatste week vergeet ik nooit meer. Ik ben een harde werker, dus ik was in het gebouw vaak aan het timmeren. En ik moest behangen die week, dus ik was aan het behangen. En wat gebeurde er? Ik kom daar binnen en ik had al een half jaar op die DTS gebeden. Heer, openbaart u mijn hart. Nou, dan moet je niet bidden, want het is heel gevaarlijk. Als God dat gaat doen, dan gebeurt het. En God liet mijn hart zien. Ik kwam daar binnen en ik weet niet of je die ervaring wel eens hebt gehad, maar daar stond Jezus. En ik zat nog in die woestijntijd. Dus voor het eerst was hij daar. Ik kan het niet beschrijven, weet je. Nu weer, als ik aan terugdenk, dat was zo'n heftig, bijzonder moment. En de liefde golfde door mij heen, maar tegelijkertijd ook de schaamte. Ook de frustratie. Het was eigenlijk één grote wereldbol van emoties en dingen, maar hij was er eindelijk. O God, wat ben ik dankbaar voor die woestijn. Ik kan u zeggen, wat ben ik dankbaar van de testen die ik heb gehad en heb doorstaan. Want ik ben er veel beter uitgekomen. Ik wil eigenlijk nu tegen jullie zeggen, die 2 jaar zijn de beste jaren van mijn leven geweest, nu ik terugkijk. Want ik heb God op een manier leren kennen die ik daarvoor helemaal niet wist. God is een schat van liefde. En ik sprak er wel over, er kwamen ook mensen tot geloof als ik met ze sprak, maar ik sprak over iets wat er zelf in mijn hart helemaal niet zat. En het woordje wat hij mij liet zien, hij liet mijn beeld zien, het was een soort, ik zeg het altijd maar, een omgekeerde frietzak. Ik had een ijzeren plaat om me heen gebouwd, want niemand mocht in mijn buurt komen, want dat doet te zeer. Alle christenen vooral niet, die moesten ver weg blijven. Want dat doet alleen maar zeer. Dan moet je helemaal niks meer hebben met die gasten. Niks. Gewoon een grote stalen plaat om me heen. En aan de buitenkant, hi broer, hoe gaat het met je? Gaat alles goed? Ja, met mij ook. Maar dat was helemaal niet waar. Mijn hart was kapot. En er was gelukkig in die frietzak een gaatje aan de bovenkant. En dat was de enigste opening. En die ging naar God. Naar de boom van leven. En toen kwam hij. Pietje zei dat ik je hart mocht laten zien. Weet je, jouw hart leidt aan zelfrechtvaardigheid. Ken je dat woord? Lekker ouderwets Bijbels woord. Ik niet, ik wist niet wat dat was. Dus ik loop even de kamer uit waar ik aan behangen was. De eerste, de beste student, was echt een Bijbelkenner. Ik zeg, hé, wat betekent zelfrechtvaardigheid? Oh, zegt hij, dat zijn de fariseërs. Witgepleisterde graven. Aan de buitenkant mooi, binnenkant dood. Bang. Terwijl ik dat hoor, gebeurt het. Mijn hart was een soort was geworden. Het was helemaal aan het smelten. De harde korsten werden weggehaald. En ik kon weer voelen. Ik kon weer liefhebben. Weet je, in één keer zag ik dat mijn vrouw eigenlijk helemaal niet het probleem was. Ik was het probleem. Ik heb zo'n schat van een vrouw. We zijn net 45 jaar getrouwd en we zijn supergek op elkaar. Nog steeds. Ja, dat mag gezegd worden. Zij is ongeveer hetzelfde als de Heilige Geest. Even voor degenen die haar niet kennen. Dus ze hebben dezelfde karaktereigenschappen. Ze komen altijd op hetzelfde moment. En vooral als ik het niet wil horen. Maar ze hebben mijn leven gered. Ik ben echt blij met de Heilige Geest. Ik ben echt blij met een vrouw die mij in het gereel houdt. Ik ben blij met Wout. Wout is een vriend van mij. Als je ons hoort praten, we zijn net 2 kippen die kakelen. Maar we gaan zo diep. Weet je, de kerk is voor mij niet meer een gebouw geworden. Dat is daar begonnen. De kerk zijn mensen geworden. Levende stenen. Ik begon mensen lief te hebben op een manier die ik nog niet eerder had. En ook mensen die het gewoon soms niet heel goed doen. Mensen waar je dus genade voor nodig hebt. Omdat ze het anders doen dan dat jij wil. In plaats van dat je ze oordeelt. En dat is alleen maar omdat je eet van een boom van leven. Echt. Weet je, ik voel gewoon dat de Heilige Geest hier is. En er staat in Romeinen dat de Heilige Geest liefde is. Dat is dus niet een preek,
Maar dat is een gevoel. Dat is een gevoel. Ik zat gisteren in Vlissingen en daar was een student en die vertelde eventjes dat ze een hele lieve vader had. En ja, er zijn wel wat dingetjes gebeurd. Ik zeg, joh, zijn er dingen waar je last van hebt? Ja, ik heb angststoornissen. Ik zeg, maar waar komt dat van? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg, vertel eens wat over je vader. Ja, nou, dit. Hij was eigenlijk een dronkaard. En dan had hij een boze bui en dan deed hij de gekste ding. Ik zeg, noem eens wat. Ja, hij gooide één keer een jerrycan met benzine over mijn moeder. Ik zeg, maar doet je dat? Hoe kun je dan zeggen dat je een lieve vader hebt? Hoe kan dat nou? Dat had ze helemaal, net als ik, gewoon buitengesloten. En je kunt een enorme schil om je hart bouwen dat je niks voelt. De pijn wil je niet voelen. Maar daardoor is het ook lastig voor die bomen van het leven om in je leven te komen met liefde en met warmte en met troost en met waarde. Weet je, hier staat een man die... Ik ben eigenlijk echt heel erg gekwetst in het leven, want ik dacht zo slecht over mezelf. Ik kon van iedereen houden, dacht ik, behalve van mezelf. Maar toen die boom van leven zijn vrucht in mij ging geven, toen kon ik eindelijk een keer tegen mezelf zeggen, en mede door mijn vrouw, Piet, je bent goed. Piet, ik hou van jou. Ik had zo'n klein Pietje ergens in de kelder van mijn ziel, zeg ik altijd. Die moest daar maar zitten. Die hoefde niet naar voren te komen. Dat was zo'n naventje. Maar ik ben verzoend met dat ventje. En dat is allemaal gekomen door die woestijn. Daar is het begonnen. En dit is één verhaal, ik heb er 10. En elke keer kies ik ervoor om de pijn die ik heb te gebruiken om mij te breken van mijn natuurlijke kracht. Van die boom, van die rotboom van kennis van goed en kwaad. Die wil ik weg uit mijn leven. Ik wil van die boom eten. Weet je, daardoor word je een goed mens. Mag je dat zeggen? Is dat niet trots, Piet? Nee, denk ik niet. Want we zijn goed gemaakt naar Gods beeld. En dat beeld, dat is in Jezus in mij gekomen. Ik ga ook steeds meer op hem lijken. Ik weet dat ik dit ongeveer 10 jaar geleden nooit zou zeggen. Dan zou ik zeggen, oh, daar heb je weer zo'n trotse prediker. Die zegt dat. Maar ik leef het, lieve mensen. Ik ben heel relaxed eronder. En maak ik fouten? Ja, nog heel veel. Maar ik kan leven met wat God in mij geeft. De vruchten van die boom van leven. Daar kan ik mee leven. En ik weet dat ik anders geworden ben. En dat ik het fijn vind om met mensen om te gaan in allerlei soorten kerken. Vroeger zou ik helemaal zo'n preek niet zo fijn vinden, want ja, al die ellende, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Maar nu denk ik van, Heer, wat een unieke mogelijkheid om jullie te vertellen dat jullie in een tuin zitten waar allemaal rotzooi in zit, wat je er gewoon uit kan halen en dan kun je iets nieuws in stoppen. Dat is jullie keus, van iedereen persoonlijk, iedereen die ook met livestream meeluistert. Het is je keus vandaag om te zeggen, ik ga met die boom verder. Ik ga al die rotzooi die er door anderen misschien ingegooid is, ga ik eruit halen. Want ik ben de baas over mijn eigen tuin. God heeft mij de autoriteit gegeven. Ik heb geen flauw idee waar ik zit in de tijd. Kun je me even helpen? Hoeveel minuten heb ik nog? Ik zit aan de tijd. Dan ga ik gewoon stoppen. Dit zijn de bazen dus. En dat heb ik van mijn vrouw geleerd. Als zij zegt, het is tijd, dan is het tijd. En mijn vrouw die kucht altijd in de preek. En dan weet ik, oh, ik ben over de tijd heen. Maar ze hebben nog niet gekucht. Heb je dat in de gaten? Dus ik heb nog 1 minuut. Ja, ik heb nog even, ik heb heel veel niet gezegd, maar ik wil 1 korte afsluiting. Sorry, even. Weet je, in de Bijbel heb je een heel mooi voorbeeld. Barnabas en Paulus. Kennen jullie dat verhaal? Barnabas en Paulus, dat is een mooi verhaal. Barnabas vindt Paulus, brengt hem in de raad van de apostelen en ze gaan uiteindelijk samen op pad. En dan wordt het niet meer Barnabas en Paulus, maar het wordt Paulus en Barnabas. Dus Barnabas wordt minder belangrijk. En op een gegeven moment krijgen ze ruzie. Ik vind de Bijbel altijd zo heerlijk eerlijk. Hè? Er staat gewoon, ze kregen ruzie. Ze hadden een meningsverschil over 1 man, Marcus. De teksten, die moet je maar eens even opzoeken. Er staan heel veel leuke teksten over Marcus. En op een gegeven moment ontstond er door die ruzie, staat er letterlijk, een verbittering.
Als er verbittering is, komt er een wortel van bitterheid in je hart. En die moet je eruit halen, want hij maakt alles kapot. Of je nou een hele goede christen bent of niet, maar hij maakt het kapot. Verbittering. Maar op de een of andere manier staat niet hoe dat gebeurt. Dus gaan die twee uit elkaar. Dus Barnabas gaat die kant op en Paulus gaat die kant op. En het leuke wat de Bijbel vertelt is dat ze allebei gezegend worden. Dus terwijl Paulus ruzie maakt en verbitterd is, gaat hij verder het evangelie verkondigen en God zegent ze nog steeds. Nou, dat heeft mij geleerd dat er dus blijkbaar bij God een soort genade is voor ruziemakende mensen. En de een denkt van ja, die wordt niet meer gezegend, ik word gezegend. Nou, bij God staat dat heel anders. En het leuke is ook van die Marcus, we kennen hem allemaal. Want ik zal het even erbij zeggen, Colossenzen 4 vers 10. Hè, dan zegt hij tegen Aristarchus, mijn medegevangen, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas. Over hem heb je opdracht gekregen, ontvang hem als die bij jullie komt. Dus Paulus zegt, jongens, als Marcus bij je komt, ontvang hem goed. En daar hebben ze ruzie over gemaakt. In 2 Timotheus 4 vers 11 staat, alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus, breng hem mee, want hij is mij tot veel nut geweest. Nou, daar kan ik dus een hele preek over houden, doe ik even niet. Maar hier staat iets heel bijzonders. Ze maken ruzie over Marcus, maar later zegt Paulus, joh, die gast is hartstikke goed voor mij geweest. Dus blijkbaar was er vergeving, verzoening, genade. En dan wordt Marcus ook nog eens de schrijver van het evangelie van Marcus. Nou, dat is toch geweldig? Dus uit iets slechts kan ook iets goeds voorkomen. En dat vind ik nou precies wat Jezus deed. Hij was een zaad dat viel in de grond. De buitenkant moest sterven, zodat de binnenkant tot leven kon komen. Jezus ging naar het kruis, was hartstikke slecht, iedereen in paniek. De hele kerk van toen was in rep en roer, want hun leider was er niet meer. Maar er kwam iets goeds uit voort. Jezus stond op uit de dood. Jezus ging naar de hemel en hij stuurde de Heilige Geest terug. Wauw. Dus ook als het fout gaat, heb moed. Daar kom ik hiervoor. Ik heb zoveel dit gezien. Als het fout gaat en je gaat eten van de boom van het leven, dan keert God het ten goede. Staat ook in Romeinen 8. Ik zal alles doen meewerken ten goede. Alleen één voorwaarde. Je moet kiezen. Kiezen voor die boom of voor die boom. Amen.